Nou, je zult maar dagelijks toegeschreeuwd worden door iemand die niet helemaal goed snik is, want dat is het. Ja. Het is kennelijk een soort karakterfout. Waarschijnlijk ook bij gebrek aan beheersing van de situatie, of dat hij zich onzeker voelt, God mag het weten. Maar ik vind wel raar dat de VVD zich dus niets heeft aangetrokken van een geschiedenis die zich herhaaldelijk heeft voorgedaan. Het Verlossum, kunt u mij horen? Ja, het heeft jou dus even moeite gekost om hier te komen. Ja, vanwege weer een event in ja, de stad. Ja, omdat de gemeente Utrecht weer een sportmanifestatie heeft. Ja. Waardoor dus de burgers moeite hebben om ergens te komen of om weer te vertrekken. Hele merkwaardige zaak dat de gemeente Utrecht het volstrekt normaal vindt om voor alle mogelijke sportevenementen zijn burgers enorm op een enorm vervelende manier lastig te vallen. Hè? Ik wijs even naar die Tour de France, wat werkelijk helemaal een uitschieter van de waanzin was. En de Ronde van Spanje hadden we vorig jaar nog hier. Ja, en dan hebben we al die single loop en dan heb je de evenementen in het park natuurlijk. Laten ze nou eens ophouden met de gewone burgers te pesten met die flauwekul. Ik ben er uiteindelijk wel gekomen. Dat is op zich een wonder. Ja. Maar je moet dus de navigatie moet je gebruiken. Ik vind het knap dat hij dus weet welke wegen niet afgezet zijn. Omdat ja, dit een eendaags iets is. Ja, Google Maps volgens mij wel attent ook op dingen die zich nu net hebben voorgedaan. Ja, dat vind ik wel goed. Ja, goed. Dus het is allemaal goed afgelopen, maar misschien zouden gemeentes kunnen overwegen om een wat meer burgervriendelijk beleid te voeren op dit punt. Ja. We hadden een tijdje over Engels. Jij zei studenten spreken helemaal niet zo goed Engels. En toen kreeg ik iets toegestuurd. Ik dacht, dat moet ik jou even laten horen. Waar dat eigenlijk wel uit blijkt. Dat die studenten inderdaad niet zo heel goed Engels spreken. Ik moet er misschien iets van toelichting bij geven. Dit is een student in de bibliotheek van de universiteit hier in Utrecht. En een andere student die is bezig met wat van lawaai te maken. Die heeft telefoon hard aanstaan met geluid. Op een gegeven moment ontstaat dan dit gesprekje. Kan jij misschien gewoon oortjes in doen? Sorry, kan je misschien gewoon oortjes in doen? Of ik weet wat die muziek is. Can you speak English? Oh, English. What's the music? Do you want to know the song? No. Why no earplugs? Somewhere? Is it for me, that's her. Oh, the girl. Okay. It's pretty strange, right? Huh? Want me to put it down? Nah, gewoon of. We zitten gewoon hier in een kamer meerdere mensen. Speak English, right? Oh, English. Yeah? It's not normal to put on a song in a classroom where other people are studying. I don't know where you came from. I don't know what you're doing here, but. Do you mind me putting the music? Yeah, okay, you didn't ask me, right? Or them. Gewoon, ja, use your AirPods. Dat is te raar. First of all, they're broken and dead. Ja, oké, I don't care. It's gewoon strange to put music in a classroom. Toch, boys, of niet? Ja, of was, hè? Is het dan de TV? Is het toch gewoon raar, of niet? Yeah. Ja, ben jij niet goed of zo? Het is toch is echt. Omdat ik weet het even niet hoe ik het. I don't know how to say it in English, but it's really strange to put on a song. You're not alone here, hè? Ah nee, ik zit hier. Is that your room or something, hè? Eh? Gewoon people are studying here. I was surprised you didn't put off the music when we came in. Of when I came in. Okay, it's not my problem. Here is gewoon a classroom. It's my laptop. Okay, it's cool. Wat ben jij really strange hier. Ik ga het gewoon niet zo hier. Is het ook gewoon fucking raar, of niet? Ja. Dan ben je toch niet goed, of wel? Huh? When you speak, that is not helping. It's really strange to put on a song and if people ask you, okay, can you put it off? Then you just need to put it off, here. Is that strange? Yeah. Just put it off, joh. Crazy, you know? Help me study. Okay, dan ga je lekker home study als je muziek wil. I can't. Why not? Because my desk doesn't have light. Okay, nah, cool. It's off. Or you can study here without music, or you gaat. Or you go on your desk with no light and music. First of all, put on. I'm here first. Hey, yeah, okay. You can go out and now are we? Else. Ja, and nee. I'm 5 hours and wasting my time. Je bent helemaal gek, joh. Je bent helemaal gek, man. No, I'm not crazy. Ja, you're crazy, man. No, I'm not. I don't know where you came from. I've been doing this for the past 4 years in this university. Oh, well, in Netherlands, this is strange shit, hoor. It's asociaal, it's called. It's really, it's not. My friend, don't make me right now disoriented because my exam and I'm nervous as fuck. Okay, dan ga je toch lekker gek, joh. It's not my problem that you're stressed or something.
We got our shit to do. Yeah. You're in 5 hours? Maybe in 2 hours. I don't know. It's not my fucking problem when your exam is. We're actually doing an exam right now. Yeah, he's doing a fucking exam right now. Ja, why are you putting on music here, idioot? Nou, zo gaat het nog eventjes door, maar hier blijkt maar dat het Engels niet al te goed is van deze meneer. Nee, maar ik wil toch met een ander punt starten. Namelijk de vanzelfsprekendheid waarmee mensen tegenwoordig enorme hoeveelheden kabaal maken met hun telefoon. Met van die luidsprekertjes die overal de batterijen werken. In het park is het ook een terreur, werkelijk. Dus jij snapt hem wel? Ja, die jongen die woedend wordt, weliswaar spreekt hij belazerd Engels, maar hij heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Waarom denken mensen toch in godsnaam dat de hele rest van de mensheid ook naar hun godvergeten klotenmuziek moet luisteren? Waarom is dat? Dat je toch zelfs een minimum aan beschaving het je ontbreekt. Niet waar dat je niet begrijpt dat andere mensen daar liever niet naar willen luisteren, naar die muziek van jou. Het is in het park is het een kwelling. He? Soms, zeker als de atmosferische omstandigheden dan zijn, kan één zo'n klote ding, niet waar, kan je hele genoegen in dat park verpesten. Ja, maar eens. Daarom zijn de oordopjes. Het is echt treurig. Die dingen zouden gewoon verboden moeten worden in het openbaar. Hoofdtelefoontje opzetten, dan heb je er geen last van. Ja, moet je eens een idioot ding op je hoofd. Ik wil graag genieten van de werkelijkheid die er is. En ik wil niet door virtuele brillen kijken, door virtuele koptelefoons luisteren. Ik wil gewoon normaal aanwezig zijn. Maar dat betekent wel dat je medeburgers, nietwaar, die beperken in feite jouw vrijheid. Hmm. Het is vrijheidsbeperkend dat je gedwongen wordt om naar die klote muziek te luisteren die overal klinkt. Ik zwijg nog van de muziek, ja, dat je moet wachten aan de telefoon, dat je ook denkt, ik heb dan liever geen muziek. Hè? In plaats van die afschuwelijke muziek die ze altijd draaien. Nee, het is dus deze jongen en dat die hier zit dus inderdaad, ik weet niet wat hij zegt, maar ik begrijp van het is een psychopaat die dat zo keihard heeft staan in de bibliotheek. Dat is helemaal de limit. Hè? Nee, ik vind dat hij, nogmaals in Engels, dat is er niet veel zaaks, dat is wel duidelijk. Maar dat neemt niet weg dat hij groot gelijk heeft. Dat dit een heel vervelend aspect is van de moderne cultuur. Dat mensen dat volkomen vanzelfsprekend vinden dat andere mensen naar hun godvergeten klote muziek moeten luisteren. En dat we jammer genoeg de technologie hebben ontwikkeld om overal en altijd naar die muziek te moeten luisteren. Ik zwijg natuurlijk nog van de muziek in horecagelegenheden, restaurants enzovoort. Hè. En winkelstraten. Winkelstraten, overal muziek waar je niet om gevraagd hebt. Niet om gevraagd hebt. Ik herhaal het nog maar een keertje. Niet dat het iets zal helpen. Kennelijk vindt iedereen dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. En dat is inderdaad een heel klein kastje. En er komt enorm veel lawaai uit. Daar heb je gelijk in. Ja, verbaast me ook over. Het is verbazingwekkend. Ik denk wel eens, ik neem een ding mee waarmee ik die dingen dus kan beschieten. Een waterpistool of zo. Denk je niet dat ze dan kortsluiting maken? Of een of andere frequentieafleider of zo, dat die uitvalt. Het gekke is, als je er iets aan zou doen, dat jij strafbaar bent. En de muziek bij de telefoon is natuurlijk omdat ze volgens mij willen uitstralen van er is nog verbinding. Er is ja, niet er is nog verbinding. Er is nog een half uur niet waar dat je naar die, ook wel van die flutmuziek. Hè? Het is vreselijk gewoon. Oké, nou dat wat betreft het Engels en de muziek. Dan hebben we wat verschillende onderwerpen die we kunnen bespreken. Laten we eerst maar eens even Dennis Wiersma erbij pakken. Want de kwaliteitskrant had een heel stuk over ja, zijn... Ja, dat loog er niet om dat stuk. Het was heel duidelijk. Het is niet... Kijk, mensen die zich misdragen zeggen altijd dat hun misdragingen een incidentje zijn. Ja. Maar dit blijkt dus totaal geen incident te zijn. Het is al jaren aan de gang. Het is al jaren aan de gang. Talloze personen hebben hun ontslag genomen of hebben zich in ieder geval weg laten pesten. Ze zijn overspannen geraakt. Door meneer Wiersma, dat is natuurlijk een hele treurige zaak. Ja. Dus ik zou zeggen, dat stuk spreekt volledig voor zichzelf. En ja, wat moet je in godsnaam als stuk de boven hem gesteld en ook in zijn eigen partij. Zijn eigen partij wist ervan. Hij gedroeg zich als Kamerlid al structureel. En dan waken ze hem eerst staatssecretaris, waarbij de zaak zich opnieuw voordeed. En ik begrijp met grote regelmaat, soms dagelijks. En vervolgens wordt hij ook nog godbeterend minister. Je zou toch zeggen, iemand die zo dysfunctioneel opereert.
die moet je toch niet op een dergelijke gevoelige post zetten. Nee, die vraag hoorde je ook heel vaak. En nu zijn dus ook, niet waar, allerlei problemen ontstaan. Niet waar, omdat dat toch naar buiten gebracht is. Je begrijpt, dat is gelekt door mensen die hier ook ongelooflijk veel last van hebben gehad. Veelal anoniem, hè? Ja, want hij is niet bereid, begrijp ik, om nou, heeft nu dan wel zijn excuses aangeboden. Maar er wordt natuurlijk ook steeds de suggestie gewekt dat het luie ambtenaren zijn die niks doen. En eindelijk eens een beetje mosterd in hun reet krijgen. En dat is natuurlijk toch vrij vervelend voor de betrokkenen. Ja. Dat je als het ware verantwoordelijk wordt gesteld voor de uitbarstingen van Wiersma. Dat is natuurlijk een beetje een rare zaak. Ik las ook in dat stuk dat volgens mij de directeur van het ministerie, die had zich op LinkedIn uitgesproken voor de medewerkers. Die had gezegd, die worden nu echt in een kwaad daglicht gezet. Ja, nou goed, dat is wat ik probeerde te zeggen. Het is een hele rare zaak. Ja, dan kun je zeggen, ik moet nu zeggen dat het nooit meer gebeurt. Maar als het natuurlijk voortdurend in nieuwe situaties zich weer structureel herhaalt, moet je afvragen of die überhaupt geschikt is voor een dergelijke functie. Het is een patroon, werd er gezegd, ja. Ja, het is een patroon. Het was uniek als het een week niet gebeurde. Nou, precies. En ik begreep ook vaak dagelijks. Ja. Nou, je zult maar dagelijks toegeschreeuwd worden door iemand die niet helemaal goed snik is, want dat is het. Ja. Het is kennelijk een soort karakterfout. Waarschijnlijk ook bij gebrek aan beheersing van de situatie, of dat hij zich onzeker voelt, God mag het weten. Maar ik vind wel raar dat de VVD ze dus niets heeft aangetrokken van een geschiedenis die zich herhaaldelijk heeft voorgedaan. Waarom is hij voorgedragen dan als minister? Ik mag het weten. Hij was een coming man. Hij was een talent, een politiek talent. Hij kon hartstochtelijk praten over interessante onderwerpen. Nou, dat zal best wel, maar dit is wel een heel vervelend gebrek voor een talent natuurlijk. Al zal iedereen zeggen weer, Rutte heeft er ook last van. Maar bij mijn weten toch aanzienlijk minder structureel dan bij Wiersma. Ja, en Wiersma is een zoon van een snackbarhouder en een stapelaar, las ik ook. Ja, dat is allemaal heel verdienstelijk. Als iemand dus zeg maar via de Mulo of wat hoe dat tegenwoordig mogen heten, en dan opstijgt naar door al die schoolsystemen heen en dan naar de universiteit gaat, dat vind ik fantastisch. Ik zou het zelf ongetwijfeld niet opgebracht hebben, daar ben ik veel te lui voor. Ik zou al heel snel gedacht hebben, het is wel goed zo. Maar dat is natuurlijk op geen enkele wijze een excuus voor zijn gedrag. Voor zijn zeer ernstig dysfunctionele gedrag. Ja. Hij schreef ergens van, ik was een beetje onzeker in de eerste maanden dat ik minister was. En ik wist nog niet zo goed hoe het ging. Nou ja, dat blijkt dus achteraf kletskoek te zijn. Omdat deze situatie zich al veel eerder had voorgedaan. Namelijk ook zijn fractiemedewerker in de Tweede Kamer werd regelmatig wenend op de gang aangetroffen. En die is ook tenslotte verdwenen, begreep ik. En hij is ook dus nog tijdelijk staatssecretaris geweest, waarbij de problemen zich ook hebben voorgedaan. Dus het excuus dat hij onzeker was door het ministerschap, dat telt hier absoluut niet. En dat is ook een aspect, heb ik er eventjes uitgehaald. Hij wilde elke dag op Instagram, LinkedIn en Twitter aanwezig zijn met een tekst, een foto en een filmpje. En zijn 19 communicatiemedewerkers die moesten voortdurend exposure organiseren. Ja, maar goed, dat zal er denk ik bij heel veel ministers voorkomen. Maar ook dat is op geen enkele wijze een excuus om voortdurend aan het schreeuwen te zijn natuurlijk. Nee. Kijk, ik vind het nogal overdreven, dit soort van exposure in de media. Maar goed, kennelijk vindt hij dat belangrijk. Of is hij enorm ijdel of trots dat hij is gekomen waar hij gekomen is. Maar het is nu wel duidelijk dat hij dat zeer ernstig zelf heeft bedreigd, deze positie. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat dit uiteindelijk goed gaat aflopen. Wiersma die bemoeit zich actief met de filmpjes, zeggen de medewerkers. Hij herschrijft teksten, bepaalt welke invalshoek de camera moet kiezen en hij schuift zelf aan om persoonlijk de foto's en de selfies uit te kiezen. Ja, daar zou ik zeggen, hij kan zijn tijd toch wel beter gebruiken dan dat. Hè? Zeker als je minister bent op een groot en gevoelig dossier. Per slotverrekening, niet waar, is het Nederlandse onderwijs in allerlei opzichten een rampgebied. Waar we echt iets aan moeten doen. En dat hebben we natuurlijk langdurig verwaarloosd. Het is langdurig in de greep geweest van allerlei wonderlijke ideologieën, waardoor dat onderwijs niet goed functioneert. Ja, we hebben het al meerdere malen over gehad. Ik wil het nog eens even kort samenvatten. Vraag je eens af waarom kinderen die dingen vroeger wel leerden in betrekkelijk korte tijd. Dat kwam omdat er vroeger traditioneel onderwijs werd gegeven. Redelijk gedisciplineerd, traditioneel, eenrichtingsonderwijs.
In plaats van al die ongelooflijk lollige, mensvriendelijke, kindvriendelijke, creatieve experimenten. Niet waar, waar het onderwijs natuurlijk ontzettend veel last van heeft. Daar moeten ze mee ophouden. Vraag je nou af waarom het vroeger wel beter kan? Dat is toch een nuttige vraag om te stellen. En dan moet je niet zeggen dat is ouderwets, dat moeten we niet meer doen, dat is autoritair. Ja, als ouderwets en autoritair misschien de methodes zijn om mensen zo snel mogelijk lezen, schrijven en rekenen te leren, krap je dan eens achter de oren over al die fijne experimenten. Die zijn wat jou betreft mislukt? Dus. Ja, ik las nog net een stukje dat ook die inspectie natuurlijk boterzacht is in zijn beoordelingen. Dat allerlei scholen die in feite verdomd slecht functioneren, toch dan altijd wel weer met een zesje wegkomen. Ja. Op die manier helpt het nooit. Nou, het is toch ook wel typisch dat die punten op de universiteit en de hogescholen, dat ze nog maar de helft hoeft te halen, omdat het stressvol zou zijn in het eerste jaar voor de studenten. Ja, ik vond ook dat voorstel om van in plaats van 60 punten 30 punten, dat leek mij ook wel een beetje... Sowieso vind ik het moeilijk om me te realiseren hoe stressvol studeren is. De dingen moeten toch sinds mijn tijd werkelijk grondig en totaal en revolutionair veranderd zijn. Als ik nou iets in mijn leven niet stressvol heb gevonden, dan was het wel studeren. Ik heb het al wel eens verteld. Dat eerst heb ik farmacie gedaan. Dat was redelijk stressvol. Want dan stond je 4 middagen in de week op practicum. En aangezien ik daar ongelooflijk slecht in was, was dat vrij stressvol. En toen ging ik geschiedenis studeren. Nou ja, dat ook een paar van die infantiele tentametjes had gedaan in het eerste jaar, dacht ik van, nou joh, dit is een paradijs op aarde. Ik kan jarenlang niks doen. Je komt hier weg met minimale inspanningen, waar je nog heel aardige cijfers verhaalt. Nee, ik moet zeggen, kan natuurlijk zijn, alles is anders geworden. Wie weet, ik weet het niet. Maar ik vond de studeren echt absoluut niet stressvol. Maar Dijkgraaf is ook voor die punten, hè, de halvering. Ja, het is kennelijk toch wel meeleid met die studenten. Misschien ook dat in de beta-sector harder gewerkt wordt of meer stress is, dat weet ik niet. Maar ik kan je getuigen dat de geschiedenisstudie, nogmaals allemaal vanuit persoonlijk perspectief, in de jaren 60 echt een wonder, een paradijs van heerlijk, relaxed, niks doen was. Althans, grote delen van de tijd. Ja, je moest af en toe een tentamen doen. Maar dat was allemaal mondeling, want dan, ja, dat ligt mij buitengewoon. Dus, Heb jij het geluk dat je iets hebt gekozen wat jou heel goed lag, uiteindelijk? Maar er zijn wat ik ontzettend leuk vond. Ik vond de Oosterstudie waardeloos ingericht. En ik vond de literatuurlijsten sterk verouderd. Er deugde niet veel van, moet ik er direct bij zeggen. Maar het idee dat het stressvol was, dat is echt vanuit mijn perspectief, nogmaals een beperkt perspectief misschien, is ronduit lachwekkend. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ervaren het anders. Ik heb altijd gezegd, mijn collega's waren daar ook wel eens boos over, als je doodnormaal, elke student die doodnormaal 20 kantooruren werkend aanhoudt, elke week 20, let op, niet waar, die studeert in no time met prima cijfers af. Die is in 4, 5 jaar klaar. Ik garandeer het je, 20 uur. Ja. Kun je de hele rest van de week kun je in de horeca gaan staan. Naar prijs gaan, weet ik wat je allemaal niet wil ondernemen. 12 juni hebben wij die praktijkdag onderwijs, hè, met de podcast. En Wiersma. Dan gaan we dat ook uitgebreid, gaan we dat uitdragen, deze boodschap. Ja, en Wiersma komt toch, begreep ik. Heb ik ook begrepen. Ja, hij zou eerst niet komen, maar hij komt nu toch weer. Ik hoop niet dat hij boos op ons wordt. Ja, de vorige podcast over dit onderwerp heeft schijnbaar op het ministerie behoorlijk wat de tongen losgemaakt, begreep ik. Ja, het lijkt me dat ik niet veel meer heb gedaan dan het gezond verstand erover te laten schijnen, toch? Dat nou helemaal niet kan. Hè? Dat je op moet houden met dit soort van wangedrag. Ja. Of moet vertrekken. Maar we hebben een van die medewerkers die in dat team zit, dat social media team, die luistert stevig. Dus ik vermoed dat via dat kanaal dat ook bij de andere persoon... Nou, ik juich het van harte toe. Ik hoop dat het... je moet ook niet te veel illusies hebben over corrigerend optreden, daar heb ik er maar geen illusies over. Maar jij denkt dat het met Wiersma niet goed afloopt, zei je net. Nee, dat denk ik niet. Als ik even dat stuk neem, wat jij ook hebt gelezen in de kwaliteitskrant, dan zeg ik, dit is zo structureel en bovendien is praatjes dat het alleen tijdens het ministerschap was, daar klopt dus helemaal niets van. Het is altijd geweest, vanaf het moment dat hij een openbare functie had, heeft dit verschijnsel zich voorgedaan. Dus nee, ik denk dat... Het kan zijn dat hij mag blijven zitten, maar het idee dat hij
de volgende keer wordt uitgenodigd om vicepremier te worden, lijkt me niet groot. De kans. Hij zegt wel, ik heb aan mezelf gewerkt. Ja, ik heb aan mezelf gewerkt. En mijn indruk is dat hier de psychische problemen waarschijnlijk zo diep zitten, niet waar, in de onderbouw van zijn karakter, dat ik daar mijn twijfels over heb. Je moet hem het voordeel van de twijfel gunnen, maar laten we eens kijken over 2 jaar. Ja, je kunt wel zeggen, hij ligt nu zo onder vergrootglas. De eerste, de beste keer dat hij weer gigantisch uitflipt, dan bellen ze meteen de krant. Van, dat zou best kunnen, ja. Dus we zullen hem even af moeten wachten. Kan natuurlijk zijn. Je hebt toch ook het verhaal over mensen die ooit het huwelijksgeweld in het huwelijk. Mannen die slaan. Die ook altijd en eeuwig zeggen, nee, ik heb het nu onder controle. Dat gaat niet meer gebeuren. Ik heb aan mezelf gewerkt. Dus niet ja, we hebben geweldig aan zichzelf gewerkt. Maar in de praktijk blijkt het niet over te gaan. Ja. Ik zag ook nog wel een Twitterbericht waarvan ik dacht, nou kijk, er staat ook nog wel iets fatsoenlijks op Twitter. Dat was namelijk iemand die zegt van ja, doktoren die strijden voor het welzijn van patiënten, docenten voor hun leerlingen, laat Wiersma nou zijn kerntaak uitvoeren, namelijk de burger vertegenwoordigen en bestuur uitvoeren. Ja, en ophouden met zijn medewerkers uit te schelden. Ja, en te Twitter en te Instagram en noem maar op. Ja, nou goed, dat vermoed ik eerlijk gezegd dat binnen zo'n partij ook wordt bevorderd. En zorg dat je regelmatig in de media bent en zorg dat je ook op de social media aanwezig bent. Maar het probleem met Wiersma is nu dat hij zodanige karakterdefecten heeft dat hele beleid zich in feite tegen hemzelf gekeerd ja, heeft. Ja, ik schrok met name van hoeveel medewerkers dus eronder ja, door zijn. Ja, waren er forse aantallen, dat zegt dat wel. Volgens mij de helft van de hele communicatieafdeling. Ja, dat zegt dat wel, ja. Ja, ja, het was een vrij droevig stemmend artikel, toch? Ja, ik zag ook nog een berichtje van Welmoed Vlieger. Dat is het hoofdbeleid van de groep Omzicht. Die had het ook nog over die communicatiemedewerkers. Ze zegt, de ministeries hebben samen opgeteld 936 communicatiemedewerkers. Ja, dat is ook. De prijs van de immense nadruk op beeldvorming ten koste van de inhoud. Daar word je toch stil van, zegt ze. En zij hebben dus 1 medewerker, zegt zij Omzicht daarop weer, die dus mee kan helpen aan het maken van beleid. Hij zegt, die verhoudingen zijn totaal scheef. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Daar ben ik eigenlijk verstandig mens. Ik vind dit verbazingwekkende aantallen. Dit is zelfs niks nieuws bij mijn weten. Die honderden publiciteitsmedewerkers zijn er al jaren en jaren en jaren. Dat ze allemaal natuurlijk in een gunstig daglicht geplaatst willen worden. Ja. Denk aan universiteit ook. Zo'n faculteit als waar ik gewerkt heb. Die heeft ook in de loop te. Ik heb er wel eens verteld dat toen ik in dienst trad, was er een boekhouwer, geloof ik, een mevrouw van de koffie. En een mevrouw die de voordeur opendeed bij het gebouw. En toen ik wegging, waren er weet ik hoeveel medewerkers. Allemaal academisch gevormd, ook voor de publiciteit. Ook als je zelf iets deed, kreeg je direct bericht of ze iets publicitairs konden doen en zo. Waarbij je altijd dacht, dat doe ik zelf wel. Dat werkt een stuk beter meestal. Maar wat doen die communicatiemedewerkers? Waar zijn ja, die voor aangenomen? Dat is altijd vrij raadselachtig. Waarschijnlijk hebben ze het ongelooflijk druk. Want ook inhouds. Hebben we het al niet al eerder gehad over die beroepen waar het nooit helemaal duidelijk is wat die mensen eigenlijk uitspoken? Dit is er eentje van, wil je zeggen? Ja, dit is er wel eentje, ja. Ja. Ik denk ook dat voor veel reclame in bredere zin geldt, dat mensen eigenlijk helemaal niet precies weten wat de effecten van die reclame is. Heb jij ooit, als je naar de televisie kijkt en die reclame zie je voorbij komen, heb je dan ooit bij jezelf gedacht, hoe, wacht eens even, ik maak er even een notitie van. Dit is wel kattenvoer, dat is van een zodanige kwaliteit, dat moet ik de volgende keer kopen. Nee, natuurlijk. Ook heel veel reclame is scattershot, dat wil zeggen, het is een schot hagel. Ze zijn blij als ergens een hageltje iets raakt. Denk ik. Ik heb nog zo'n reclamecongres bijgewoond waar ik een praatje moest houden. Nou, ik heb geluisterd naar die lezingen. Ik kon daar maar 1 conclusie uit trekken. Dat ook de reclameindustrie zelf niet de flauwste idee heeft. Wat wel werkt en niet werkt. En hoe het werkt. En wat de impact precies is. Ze hebben altijd op het menu staan van die mensen die dan iets fantastisch hebben gedaan. En die moeten dan vertellen wat ze gedaan hebben. Ja, die hebben dan een fantastische campagne. Maar kijk, wat ik heb bijvoorbeeld een Allerhardes boek over de reclamecampagnes voor Volkswagen in de Verenigde Staten, die werkelijk fantastisch goed waren. Inventief, esthetisch, aantrekkelijk. Ongelooflijk leuk over dat rare lawaaiige wagentje. Niet waar, hoe je dat in Amerika zou moeten verkopen.
Die zijn van volgens mij een kantoor wat heette in de tijd Doyle Dane Bernbach. En dat was een alom wereldwijd bewonderde campagne. Maar of die campagne verantwoordelijk is voor het succes van Volkswagen toen in de Verenigde Staten, dat weet niemand. Dat kun je niet meten. Want die beoordelingen van reclamecampagnes, die worden altijd natuurlijk gehouden door reclamemakers zelf. Dat had je ook met die fameuze bijenkorfreclames. Ja, het is... Het is warm, hè? Man, tropisch. Kijk, het is een... Of je denkt het gaat sneeuwen morgen of het is te warm. Het is één van de twee. Ik kan ook de airco aandoen trouwens, als je dat... Voorlopig houden we het wel uit, denk ik. Ik hoop niet dat die marathonlopers, of wie het ook zijn, straks hier voorbij komen. Dat is niet mijn indruk eigenlijk. Het is één straat verder. Oh, het is een straat verder. Oké. Ja, dus de reclame is een vrij dubieuze onderneming naar mijn idee. Je hebt natuurlijk ook nog bij de politici de spindokters, de Jack de Vriesen van deze wereld. Die ja, dat zeker. Je weet hoe dat in Amerika is, dat nog veel omvangrijker. Die in staat zijn om ook van verlies. Trouwens, ook in de voetbalsport zie je dat ook. Dat allerlei verlies kan ook heel positief geduid worden. Dat je dan dat het impact heeft, dat je morgen extra je best gaat doen. Dat het eigenlijk... ga zo maar door. Alles is in jouw richting te draaien als je dat wil. Ja, ik weet nog bij Jack de Vries, dat hij natuurlijk, die was met Balkenende natuurlijk altijd aan de slag. Heeft hij toen met Bos ook wel eens volgens mij uitgelegd van hoe dat nou precies zit, wat ze allemaal achter de schermen hebben gedaan. U draait en u bent niet eerlijk. Volgens mij kwam dat ook uit zijn koker. Zeker, maar dat zegt men, in de tijd zeer effectief geweest. Terwijl het hoogst misleidend en een ontzettend lullige uitspraak was. Terwijl het niet klopte? Nee. Nou ja, elke politicus zegt dingen waarvan hij misschien enige tijd later spijt heeft. Of die corrigeert. Of dat hij dan iets anders zegt. Dat kan. Maar dat is all in the game. Dat hoort allemaal tot het politieke spel. Om het maar even in fatsoenlijk Nederlands te zeggen. Ja. Even kijken. Dan een vraag van een luisteraar die zegt van... Maarten, ik zag dat je overleg hebt gehad met Renze. Met een evaluatie over jouw geschiedenisonderwerp. Ja. Kunnen we daar meer van verwachten? Ja. En wat worden de volgende onderwerpen dan? Dat weet ik niet. Daar moet ik nog overleggen. Maar ik denk, ik vond zelf, was ik daar niet erg verschrikkelijk tevreden over. Maar de redactie van het programma was er wel tevreden over. Het had in de kijkcijfers geen deukje veroorzaakt. Daar heb je die beschimmelde professor, dus het zakte. Nee, dat was niet het geval. Ook in die complexe, dat overzicht wat je ook kunt krijgen, waarbij je van minuut tot minuut kunt zien hoe zo'n programma gewerkt heeft. Daarbij was dat ook niet het geval, dus we wouden er wel mee doorgaan. Ik dacht, het is wel een breuk. Hè? Je zit daar aan tafel en ik was op het toneel gaan staan en met zo'n tikkende klok en daar gaan ze maar door. Bovendien was dat 20 minuten. Ik dacht, Market Garden is denk ik toch te ingewikkeld. Mijn voorstel was om aan tafel te blijven zitten, wel een historisch onderwerp aan te kaarten, daar wel ruim tijd voor te krijgen, maar een onderwerp wat zo gekozen is dat je het ook to the point kunt analyseren op dat moment in die tijd. Eventueel zelfs met vragen van de andere gasten die ook aan tafel zitten. Weet je wat Paul Witteman eigenlijk deed? Want daar was nog wel meer tijd voor de onderwerpen, toch? Ja, vaak wel. In ieder geval, daar heb ik toen voor die koningen, heb ik daar wel voor tijd voor gekregen. Maar toen stond je ook apart, achter zo'n sokkel. Ja, ik stond wel apart. En mijn idee was dat ik vond dus die stap van tafel naar toneel, die leek mij te groot. Dus dat gaat eruit? Ja, daar ziet het wel naar uit, ja. Ja. Dus dan blijf je lekker aan tafel zitten. En heb je nog meer tijd kunnen winnen? Heb je nog kunnen zeggen, geef een half uur? Het ging mij niet om... Weliswaar vond ik mezelf... Ik heb voortdurend aan de tijd staan denken terwijl ik dat verhaal hield. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Maar het is helemaal niet eens erg dat aan tafel de tijd iets minder uitgebreid zou zijn. Want het moet ook meer toegesneden zijn op het onderwerp. Het moet een onderwerp zijn waar je vrij snel tik, tak, tok. Oh nee, dat is natuurlijk in dit verband. Moet vooral niks met tok, tik, tok. Tik, tok, ja. Nee. Tok, tik. Nee, te maken naar China. Hebben. Maar het moet vrij snel neer te zetten zijn. Oké, want dat is de vraagsteller. Dus we gaan dat afwachten hoe dat werkt. Ja, wat leuk. Want jullie zaten met een vrij forse delegatie in het restaurant in het Wilhelminapark, toch? Hadden jullie de bespreking? Dat klopt. Hoezo is dat?
Nou ja, iemand schrijft, ik zag het op de Instagram. Op de Instagram van Renze was er een foto gezet. Hoog overleg met Maarten. En jij zat op die foto samen met twee andere mensen van de redactie. Ja, de eindredactie en redacteur van het programma. En een redacteur van het programma. Ja, je ziet Maarten, je bent nergens meer veilig. Nee, de camera's. Ik sta verbaasd dat dit... Had je niet die mail gezien dat ze Vincent hadden zien tanken of wat was het? Of hij was bij de supermarkt geweest. Er was toch zo'n brief vanochtend die ik had doorgestuurd. Ja, dat ze mijn broer, nee, bij de, wat was het ook alweer, de afval, de glasbak of zo. Ja, op Texel. Verbaast me niks met die wijnconsumptie van mijn broer. Zal die regelmatig naar de glasbak moeten. Even kijken of ik het nog terug kan halen. Berichtje. Was iemand bij in Den Horen op het pleintje. Ja, ik weet precies waar dat is. Ja, maar er was iemand die had de Texel podcast geluisterd. En die had naar aanleiding daarvan was die volgens mij een route gaan aflopen. Het is erg warm, hè? Het is de warmste dag. Nou, ik hoop dat er nu een beetje tocht ontstaat. Oké. Okay. Ja, even kijken. Stan, 29 jaar oud en momenteel een lang weekend weg op Texel, waarbij ik jouw wandeling heb gemaakt via het hemellaantje van je moeder over de Grote Berg. Ja. Bedankt voor je tip en de achtergrondinformatie. Overigens ook je broer Vincent gespot bij de glasbak in het centrum van Den Hoorn. Ja, daar heb je de glasbak. Hopelijk kan hij zich hier na zijn pensioen een beetje vermaken, zegt hij. Nou, leuk. Ja, dan goed. Hij is gevlucht uit Amsterdam. Ja. En hij zegt dat hij heel gelukkig is op Texel. Ja, dit werkt goed. Nu ik twee ramen heb openzet, staat er een tochtje. Heerlijk, heerlijk. Dus dat is een zoel windje trekt dat door de auto. Oh, in Nederland is dit strange shit, hoor. It's asociaal, it's called. We got our shit to do. Ah. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.